close yet. Hopefully you will enjoy it as much as I do. And I will try to do as many as I can in English, but also in Dutch. But let's see what will happen, because standing the competition is very, very close. And after the final, we will know who was on the first, second, third place of the Euro Cup competition 2024. Dus als ik het goed begrijp, Gerrit, het is een VIP-dag vandaag. Een very important day. Een VIP-dag. Ja, ja. Voor de rijders zien. Even dus kijken hier, ik heb nog altijd geen bevestiging gekregen, staat de sleepwagen nu definitief afgesteld of niet? We zien wel wie er komt. Interaction, Bram Kos, gaat het zien? Komt ie! Kijk eventjes hoe die Belgen blinken van de volgende kandidaten. Super stop. Ja, en we laten de sleepwagen zo staan. Dus we krijgen nog meer van deze pos. Zo, sledge is not heavier, not lighter. It will be the sled settings of their interaction. So no changes to the sled for the next competitor. So it's, you never know. Seven on the track. Daarna hebben ze nog geen Eurocup gereden, maar nu laten ze hier zien dat ze een hele, hele sterke trekker in huis hebben. En dat is gewoon echt zo, want Gerrit zit hier achter de pedalen en die weet, ik heb 105,5 punten op dit moment in de competitie. En nummer 1 heeft 109,5 en nummer 3 98,5. Dus dat betekent dat je gewoon hier moet winnen om Eurocup kampioen te worden. En we zien Tom nog een aanwijzing geven van hier moet je zijn met je trekker Gerrit. En we gaan het zien. So, Hurricane on the track. And very important. Standing on the second place of the competition in Eurocup. And now it's time for Hurricane. So listen and enjoy Hurricane. What will Extreme Day do with Charles Koebrugge at the steering wheel? De competitie, het deelnemer marathon zou moeten gaan. Nummer 1 in de competitie. Het staat niet helemaal scherp voor de sleepwagen. Ik ga het proberen mijn één keer de voeten ervoor te zetten. Ik kon ondertussen vlug een oproep doen tot de standaardklasse 9,5. Al de bliksem naar de weegbrug en dan wordt de sleepwagen. Heel mooi, en als we al dat volk hier zien,
weten we dat hier vanuit heel Europa mensen zijn om dit spelletje te zien. Want dit gaat wel erg om serieuze vermogens. Ik denk al richting 3000 pk. Veel mensen aan de sleepwagen Extreme Deer. Heeft dan niet zo'n overtuigende gevoel als bijvoorbeeld een Hurley. Maar als je het niet snapt, waarom wordt dat zo gedaan? Want misschien weet je buurman het wel. Naar jouw kant, mooi aan de rechterkant van de baan, die Vent 39 Vario. Ja, dat is het heen. Dus met de Ventus kunnen ze Vario altijd kunnen ze schakelen. En dat was, Vent was het eerste merk die dus met dat systeem in productie kwam. En de tractorpoolers die hebben dat ook natuurlijk ontdekt, zou ik zeggen. En die proberen daar ook gebruik van te maken. En wij zeggen dat altijd schakelen mag, maar het is aardsgevaarlijk hier. Want dan verlies je plots versnelling. Het gebeurt wel allemaal automatisch. Yes, ik heb het weer. Goed, aandacht dan 1. Ja, niet Edwin Dergzaak in het pedaal, maar wel in. Incredible Deer, komt-ie! Oei, oei, oei. En dan maakt hij toch een paar metertjes. Maar is dat niet zoals we graag willen zien bij Incredible Deer. Nu heeft hij dus Tom Weld eerst op de baan. En daarna krijgen we dus Betty Boers, waar ik het verhaal al over vertelde. En vooraleer onze volgende kandidaat op tune, dus ik zeg het, dus druk op voertuig, dat we willen dus de standaardklasse 12 ton willen uitnodigen om vlug naar de weefvlucht te gaan en ook om dan straks de start te nemen. Want we zijn al drukdoende met onze 9 tonnen als standaard categorie. Om te besluiten dan met de 12 ton categorie. Ondertussen zullen we ook al op baan 1 een stukje gevorderd zijn. Ik zou zeggen dus, we genieten nog. Wie geniet er niet? Is het bier cool genoeg? Is de cola cool genoeg? Hebben ze nog genoeg drank? Hebben jullie al een bierkan aangeschaft hier? Frietjes kan je ook nog altijd krijgen, dus je moet hier geen honger en geen dorst hebben. En vooral, je moet je ogen de kost geven. En ook de oortjes tegelijkertijd beschermen, hè? Vooral de jonge gasten zien. We hebben dus ieder jaar proberen we een andere reeks van het tractorpoolingprogramma u aan te bieden. Dus vandaar dat we dus nu eventjes gekozen hebben voor de pro-stok en de superstokklasse, maar dan Europees. Goed, Gerrit, dat gaat gebeuren, zie. Hij gaat op. Yes. Yes. Rabbit, go out. Hoptie. Origine hebben zo, dus dat zal niet lukraak gekozen zijn. In ieder geval een prachtige combinatie en pas op, ze kunnen aardig uit de hoek komen. Hè? Ja, het zal toch weer afwachten wat zo'n outsider hier zal doen. Maar we hebben het hier hartstikke naar ons in. Er is genoeg bier en genoeg eten ingeslagen, dus blijf nog eventjes gezellig deze klasse afkijken. Waar we hier natuurlijk een hele prachtige finale rijden van de Eurocup. En dan nu wordt de ketting strak getrokken. En dan is het gewoon eventjes afwachten. Gaan we de muziek wat timmen en gaan we op tour met Betty Boers. Voilà, daar komt het. Ja, maar en op de bank.
even wijzen, want dat komt nog een beetje, want ik heb een wet gehad natuurlijk. Hè. Bedankt Arie en Bram van AB Producties, die hebben hier half die installatie gedaan. Luchtinstallatie, geluidsinstallatie. En ondertussen... Wat er terug gebeuren, ondertussen zijn wij hier ook terugdoende en goed geschoven met de voorlaatste race. Ja, Born in the USA, Zijnstra, Nieuwpoort, hier komt ie! Conditions here on the track in Zeeland. Maybe a little soft at the 50 meters, but it is a very nice track. And hopefully he will do another full pool, because we have several full pools, so if you want to go to the final, you have to reach the full pool line. So enjoy, and this is Never Satisfied. Is het werk van de baan voorbereiders hier. Lucas, jongen. Ja, dat is met getrouwd leven, jongen. Dat is mijn vader te zijn. Ik moet de concentratie en inspanning een beetje verdelen. We begrijpen dat, jongen. Lucas. Mooi over de speakers. I'm online and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Thank you.
branding. De voorwielen staan er dwars onder. En denk ook een turboschade of dergelijks. Maar hopelijk kunnen we hem gewoon met de opwikkok optillen. Maar dat wordt lastig om in de... Doet dat met verven en met glansen. Als ook dus de voorzitter van ITPC is nu een Belg geworden. Is Guido Goed, is hier ook tegenwoordig. En hoofd van de technical keuring, Chris is hier ook. Dus we hebben een illustre bezoek voor hier te zelen. Alle topmensen van ITPC, van NTTO zijn hier. Alle prachtige machines zijn hier. Dus ik zou zeggen, een hoogdag voor Tractor Pulling Zeelen. Ja, en een hoogdag hopelijk ook voor Yellow Dream, de enige Duitse deelnemer. Deze trekker was formerly known as Zapo. Maar nu is het Yellow Dream al een heel aantal jaar. En deze machine kan gewoon bovenaan meedoen. Maar zoals je al hebt gezien, ook die topfavorieten staan op standje keel. En die kunnen ook zomaar iets breken. Zoals zo'n voorras of een turbo. Het kan altijd fout gaan. Want deze mannen rijden allemaal op het standje keel vandaag. Want dit is de laatste optie terug. We gaan eens zien wat ze kunnen doen. Yellow Dream. Zoals wij dan zeggen in Nederland. Maar dit is niet voldoende voor zo'n finale plaats. In de pool off, we will have Interaction, Hurricane, Extreme Deer, Rabbit Gone Wild, Betty Boos, Science van Neil Bourdain, Maximum Risk, Rabbit Gone Mad, en Green Games Deer. En het juiste muziekje, ik ga mijn mond houden en gewoon genieten van de eerste in de finale. De finale waar alles om draait, hier in zee. Komt-ie. En dan gaan we daar die finale rijden. Dan wordt... En hier op band 2 vlug eventjes zeggen wij Geert de Puit in actie zien. En de man die heeft de tractor pooling stil nog niet verleerd. Dan kijk eventjes als enige in deze reeks. Dus er mij te hebben laten het bittere einde. Geert de Puit hemzelf. We hebben al de dochter gezien. Is in de top 3 gevallen. We hebben al de schoonzoon gezien. Dat was iemand met het dan Jeroen ook in de top 3 gevallen. En uw vader die had waarschijnlijk de kroon op het werk zetten. Zet Hurricane de kroon op het werk? Ja, dat is de vraag. Is goed voor de sleepwagen? Want elke centimeter kan de dag zegen, maar zeker ook de volgende zegen betekenen. Hurricane voor de sleepwagen. Zenuwachtig natuurlijk wat er gaat gebeuren. Zo nervous Gerrit om de Hurricane. We will see if it's enough for today or the competition. Hurricane!
recht uit die VET 96. Machtig mooie machine. De VET 824, ik heb hier Lisa Martens staan. Is het de 7? Ja, en dan gaat het hier gebeuren, hier bij die zwart-witte vlag. Zo net deelnemertje 2 op de competitielijst hadden staan. Hurricane, die staat in de competitie op 105 punten, ongeveer 105,5. En Extreme Deer op 109,5. En als je wint, dan heb je 30 punten. En dat zou dus betekenen dat je dan eigenlijk nagenoeg kampioen kan worden. Maar stel je voor dat Maximum Risk wint en die in één keer 30 punten heeft. En deze breekt, ja, er kan nog zoveel gebeuren. Het blijft spannend totdat de laatste vandaag heeft gereden. Dat kan ik je vertellen. En ik ga je nog niet vermoeien met dan de competitiestanden. Als de laatste heeft gereden, dan kan ik je vertellen wie de kampioen is geworden. Ja, dus geldt die Extreme Deer. Ja, die komt er niet aan. Die komt er niet aan. En dan is het heel... Mooi, mooi, mooi muziek door de speakers weer van AB Productions. Rabbit Convelt on the track. Oh, ik wil gewoon muziekje eroverheen luisteren en kijken naar deze muziek. Wat een sfeer in Zeeland. Komt-ie. Mijn titelkosten zou verloren gelopen zijn. En waterstaat aan de frituur te wachten als ik goed begrijp. Als er iemand weet waar Mighty zich bevindt. Ik zou zeggen, we gaan vader en dochter verenigen. Ja, dus al dat publiek door. Of ik zou zeggen, als Mighty tot aan de Rode Kruistent wil gaan, dan kan vader gaat daar eventueel opzoeken. We gaan zien dus, ja. Wacht dan op, dus als de kleintje gevonden is aan de Rode Kruistent. Dat is best een opzonding. Track again. So the distance to beat is more as 104 meters. Incredible win of Rabbit Convelt. Now it's Betty Boos time. Wederom voor de prijzen. Ja, nummer 4 in de competitie met 96 punten. Dus dat kan wel eens spannend worden aan de. Ja, gaan we puntjes sprokkelen. En aan jouw kant, Mark, een demo rit, denk ik. Ja.
je voor neer. Op de afstand van de... En samen maken we er in de toekomst wel iets moois van. Allemaal van harte bedankt en tot later. Dank u. Heel graag een applaus voor Dirk, maar ook voor alle medewerkers van Tractor Pooling Zeeland. Dat is het hier. We gaan nog een keer genieten van nog het finale run. En inderdaad, Dirk zegt alle jaren we zijn aan de top en ieder jaar doet zit er nog een schelke bij. Yes, let me entertain you over the speakers. Dat betekent maximum risk on the track. So Rob van der Lauwe on the left side of the track. And hopefully he will make a very, very straight run to the end of the track because he needs some points to be the champion of the Euro Cup. And it will be a very hard fight with the other competitors. So it's now to Rob van Waal and maximum risk because now it's time for the final of the Euro Cup. And we will wait and see what he can do with maximum risk. Op één harde knal. Ja, dat zijn makkelijk. Wend die shot maken, hè. Dus die moet tijdig dus kunnen aanbrengen. Hè. Wend, jongen. Ja, waar zijn de meisjes? Wend, willen we andere meisjes vragen? Er zijn er hier genoeg. Al die mooie dames. En dan, je houdt het ook niet voor mogelijk. Maar we weten welke kwaliteit dat we hebben als we spreken over de Midas Black Sensation. Want we spreken over de exploten van Dirk Herman. We kennen zijn exploten en het organiseren. Nu komt er nog de exploten bij om het te rijden. Toon ons hoe het moet. Het voorbeeld is gegeven. De toon werd gezet en de trek was door niemand minder dan Dirk Herman himself. Ik zou zeggen, hij had nog veel